In dit voorbeeld ga ik laten zien hoe dat je een achtergrondafbeelding kunt veranderen. Dus ik heb nou de achtergrondafbeelding met de paarden. En die wil ik graag veranderen voor degene met het hout. Dus wat ik dan ga doen, is dan ga ik eerst zoeken naar de image. En ik ga kijken hoe dat het paardenimage heet. Daarvoor ga ik dus eerst naar de map, waar dat de images in staan van de website. En dan zie ik dat die 4 is genoemd. Als ik dan die 4 pak. En ik noem mijn afbeelding ook 4. Dan zou dat bijna genoeg zijn. Het enige is dat het is een andere file formaat. Dus het enige is JPEG en de andere is JPG. Alle afbeeldingen van de website heb ik in JPEG gemaakt, zodat het heel makkelijk is om te weten welk formaat dat moet zijn. Nou kun je een afbeelding heel makkelijk online overzetten, dus dat laat ik hier zien. En als die dan is overgezet, kun je die heel makkelijk downloaden. In dit geval zet ik hem even naar het bureaublad, want dat is best wel makkelijk. Dan zie ik dat er een beetje verschil zit in het formaat van die afbeeldingen. Waarom? Dat ik er dus groene randen omheen heb gebouwd bij de paardenafbeelding om te zorgen dat hij het volledige scherm vult. En je ziet dat de nieuwe afbeelding veel groter is. Dat kan soms voor wat problemen zorgen, maar over het algemeen moet het goed gaan met deze achtergrond. Dus als ik nou kijk, zie ik, hij werkt. Het enige is de afbeelding, het formaat. Als ik hem opsla, is hij wel heel groot. Dus als ik dat wil veranderen, kan ik naar Paint gaan bijvoorbeeld, of waar dan ook. En in dit geval ga ik hem resizen. Dus ik ga hem ongeveer resizen naar de helft. En dat doe ik door de hele afbeelding qua pixels te scalen. Als hij dat heeft gedaan, dan sla ik hem op. Kun je zien als ik de website herlaat, doet hij het nog steeds. Dus daar ben ik tevreden over. Dan kan ik ook zien dat hij een heel stuk kleiner is geworden. Dit staat natuurlijk nog niet meteen op de website. Dus als ik het op de website wil zetten, dan moet ik eerst naar FileZilla gaan. FileZilla gebruik je om je gegevens te uploaden, dus je website te uploaden. Dan vul ik de gegevens in die je in de link had gezien, in de e-mail die je mij ook had doorgestuurd. En dan vind je bovenaan domains. In je domains, op het moment staat hier nog niet, maar daar komt ook jouw nieuwe te staan. Nu heb je alleen nog maar jouw persoonlijk domein. Dus als ik die nou bezoek, dan staat er nog niks. Wat ik nou ga doen, is ik ga naar public HTML. En daar zie ik een folder met index erin staan. Dan weet ik dat ik goed zit. Sleep ik alle files over van de folder die ik had aangemaakt op de computer. En die moeten ook gewoon allemaal overschrijven. Als ik nou opnieuw de website ga bezichtigen, moet ik dat via incognito doen. Omdat anders de cookies nog tellen. Dus dat wil zeggen dat hij mij de oude website laat zien. Nu vraagt hij een nieuwe website aan. Dus dan kun je zien dat als het goed is, komt hij nou automatisch op de nieuwe foto.